nou hier live vanuit Stand naar buiten. Om 7:30 kun je hier de optocht volgen. Op dit net tussen. Je hoeft eigenlijk nergens heen te gaan. En ondertussen sta ik hier op de Marktplein. Met de meneer voor de promotie van de carnaval. Die stond de hele tijd klaar, maar omdat het zo lang duurde is hij nu wat anders aan het doen. En met deze mevrouw, u bent van de kinderopvang. Ja, ik ben van kinderopvang de Dwergen. Is dat Stand naar buiten. Ja. En worden er nou veel kinderen, zal ik maar zeggen, in de opvang gedaan? Tijdens de carnaval? Tijdens carnaval zitten we ook aardig vol. Ja, we hoeven niet te klagen, zeg maar, over het aantal kinderen die toch komen tijdens carnaval. Ja, en dat zijn dan mensen die zelf lekker gewoon een beetje aan de rol willen gaan en hun kinderen denken, nou doen we die lekker bij de dwergjes. Nou, er zijn ook best wel ouders die toch gewoon moeten werken. Maar er zijn ook mensen die gewoon feesten, zeg maar, erbij uitrusten als de kinderen er zitten misschien. Ja. En deze twee knappe exemplaren zijn dus eigenlijk vandaag gebracht. Die zijn even gekomen voor de interview wel, maar die zit normaal op... Dat mag je niet zeggen, dat knippen we eruit. Nou, want alles is spontaan, dus dan zeggen we van, die komen elke zaterdag. Oké. Dus deze twee exemplaren die zijn gebracht vandaag? Ja, die zijn vandaag gebracht. Niet speciaal voor het interview? Nee. Oké, en jullie hebben een fantastische carnavalswagen gebouwd. Dit is hij. Nou, dit is dus echt hartstikke leuk. Dit is dus de carnavalswagen waar ze dus maanden eigenlijk opgeplakt en geknipt hebben, hè? Ja, ja. Heel veel werk aan gehad. Ja. Ja, kan me voorstellen. Oh. Nou, moet je nog even naar je moeder zwaaien? Oh, schatje. Nou, nu hebben wij dit interview. Ja, doe ze maar weer lekker met een dekentje. Bedankt. Veel succes met je kinderopvang. Ja, dat kom je ook. Want jij bent ter promotie van de carnaval, hè, de stichting. Ja, stichting promotie carnaval. Is dat nodig eigenlijk, dat carnaval gepromoot wordt? Ja, het is niet zo de promotie. Het punt is dat hier in het Zwammergat de optocht in de carnaval zo gegroeid is, dat de carnavalstichting eigenlijk ondersteuning nodig heeft om de optocht te organiseren. En dat doen wij eigenlijk. En dat krijg je van de dwergjes? Onder andere, we werken in Stand naar buiten heel nauw samen met een heleboel mensen. En daar zijn we ook ontzettend trots op. Op deze dag hebben wij ongeveer 150 vrijwilligers rondlopen. En dat zijn verkeersbegeleiders. Die staan van 5 uur af tot 's nachts 1 uur het verkeer te begeleiden op de kruisingen. Ja, dat soort dingen. Ja, dus ja, dat soort dingen. Ja. Dus we hebben heel veel vrijwilligers. Alles op vrijwillige basis. En de scholen ook en zo. Die helpen allemaal mee. Ja, top. En het is eigenlijk altijd één grote vriendschappelijke bedoeling, hè, Stand naar buiten met carnaval. Ja, ja. Iedereen werkt gewoon vrijwillig mee. Gemoedelijk, zoals het hoort, op een dorp. En er is een lichtjesoptocht, want het is donker, dus dan is een beetje lichtjes wel handig. Ja, een beetje licht natuurlijk wel. En ja, daar zijn we volgens mij al wereldberoemd mee geworden. Kijk, want als hier staat, wil je even de jongen met dat lampje filmen, Melvin? Hier, de jongen, die stagiaire met het lampje. Doe dat lampje eens uit. Jij bent het licht in de duisternis. Kijk eens naar die jas, man. Daarom hebben wij ook natuurlijk extra verlichte jassen, dat we goed opvallen tijdens de lichtjesoptocht. Ja. Want we moeten gezien worden. En anders word je platgereden. Dat kunnen we dus gaan zien om 7:30 live op Omroep Brabant. We gaan weer terug naar Annemarie. Yay. Denk ik. Tenminste, ja. Als ze er nog is. Misschien ja. Zitten we wel in de kantine te eten. Ja, la, la, ja, la, la, la. Ik ben zo blij dat ik toe zie. Mam, dit is voor jou. Ja, dankjewel Annemarie. Wij staan nog steeds in Stand naar buiten. En inmiddels hebben allerlei kinderen zich verzameld. En deze keer dus wel met hun zelf geknutselde carnavalswagen. En dit jaar zit er dus een thema aan vast aan die hele carnavalswagens. En het heeft natuurlijk iets met milieu te maken. Hè? Want je kan die kleine kindertjes niet vroeg genoeg beginnen. Dat het milieu echt wel belangrijk is. En hoe heb jij dan het milieu verwerkt in je carnavalswagen? Nou, wij hebben, ja, eigenlijk hebben wij allemaal schoonmaakspullen erop. En tussendoor hebben wij ook gedaan dat wij de fietsen poetsten. En wij hebben borden gemaakt dat het schoon moest zijn. En wat is het? Zeg maar, hoe heet deze carnavalswagen? Nou, wij noemen het de Spetters en Spatters. En het is een kaiwash, bike wash. Een bike wash, oftewel een fietswash. Nou, hier nog een jongens. Oh. Dit is Dario. Je zal het wel even vertellen wat hij gemaakt heeft. Dario, wat heb je gemaakt? Een quad? Nee, een kliko, want het lotto is te schoon, hè?
het motto is? Het is schoon, hé. Het is schoon, hé. Het is schoon, hé. Hé, en die quad, die is niet echt milieuvriendelijk, hè? Nee, niet. Heb je die van je pa gekregen? Ja. En hoe hard kan die? Weet niet. Heb je een beetje chance bij de meisjes ermee? Nee. Vindt de meisjes niks aan? Weet niet. Ik wel, hoor. Ik vind hem wel, wel mooi. Oké. Okay. Nou, ja, ik ga ze niet allemaal doen, hoor, mevrouw. Oh, wat hebben jullie allemaal voor de rest een hele mooie wagen gemaakt, zeg. Oh, kijk, die wagen. En die wagen. Oh, wat mooi. Zo, allemaal hebben ze een beetje aandacht gekregen. Ja, Disney anders. Televisie is keihard. Ik zorg dat de kinderen nooit iets te doen hebben op televisie. Hartstikke bedankt, kleine kindertjes. Zwaai me naar de camera. We moeten door, we moeten helaas echt door. Kom. Ja. Weet je, het is Klokhuizen niet. Kom, even kijken. Nou, en dit is dus de bedrijfskantine hier. Want hier is dus een supermarkt. Oh, en nou knalt ze de deur dicht. En hier binnen moet ik het stokje over gaan dragen. Hier binnen moet ik het stokje over gaan dragen, want ik ben klaar voor vandaag. Ik kan mezelf het feestje eruit instorten. Hoi! Goedenavond! Zalig carnaval! Dankjewel! Kom erin en kom eens even kijken hoe mooi het hier allemaal is in ons etablissement. Zo, wat zeg je daarvan? Ja, hartstikke goed. Ik ben natuurlijk naar Willem-Jan. Ja, Willem-Jan, ik begrijp dat ik aan jou... de boel moet overdragen. Ja, ik ben nog lang niet klaar. De tafel staat nog vol hier. En je moet nog in de smink, zie ik. Ik moet nog in de smink, absoluut. Ik ben er geestelijk ook nog helemaal niet klaar voor, dus ja, ik weet niet wat de bedoeling hiervan is. Jammer dan. Ik zeg hier heel veel plezier. Hier heb je loot. En drink jij de rest van? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Jongen, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Succes. Veel leuk. Hè? Ja. Nou, fijn. Ik wil je goed je termine nemen vanavond. Tot morgen, hè? Ja, goed zo. Oké, okay, tot morgen. Soep? Heb je nog soep? Ah, jongen.